Nou, ik ben bang dat Emotion een schimmeltje heeft. Er zitten allemaal plekjes. Maar ze zitten ook een beetje te bijten erop. Maar... Dus we gaan weer eens een keer de dierenarts laten komen. Huh? Altijd wat. Nou, verder heb ik er beentjes geschoren, want ze heeft ook weer last van mok. Dus ga ik ook maar even wassen met betadine en hydrocortiderm erop doen. Lekker kort geschoren, dat het een beetje lucht krijgt. En ze houden zich altijd wel bezig, hè? Nou, net de merrie gewassen met By Might en dit valt nu allemaal op de grond. Dus ze had er wel degelijk ergens last van. Nou, Emotion gewassen. En hopen dat helpt. Ik denk ja, dat dit er allemaal vanaf is gekomen. Ik ga het zien. Het is echt smerig. Maar ik kan me niet voorstellen dat het allemaal op dat paard heeft gezeten, joh. Dat had je toch moeten zien. Nou, heel bijzonder. We hebben weer wat bijzonders hier zo. Emotion die had allemaal vlekjes, kale plekjes en ging jeuken. Dus ik heb de dierenarts gebeld en die zei als ze jeuken dan is het waarschijnlijk een mijt. Want als ze alleen plekjes hebben en niet jeuken dan kan het schimmel zijn. En dat moet je met By Might gaan behandelen, wassen en dan na een week ongeveer weer herhalen. En dan zou dat allemaal goed moeten komen. Dus ik heb dat paard helemaal staan wassen en ik ben klaar met wassen. En ik kijk op de grond, krioelt het er van de rode wormpjes. Ik denk, nou, als dat allemaal van Emotion af is gekomen, dan had ik die wormpjes toch op dat paard moeten zien. Of in de maan, of in de staart. Of het leek me sterk dat die wormen van het paard afkwamen. Maar ik begreep het niet, dus ik heb de dierenarts weer gebeld. En joh, wat is dat? Nou, die had ook geen idee. Dus ik heb het op Facebook gezet en Nanne Groen, die is ook dierenarts, die herkende de wormen. En die zegt, joh, dat zijn regenwormen. Regenwormen. Nou, dat spul dat By Might, dat is zo verschrikkelijk giftig dat als je paard daarmee buiten staat te wassen, de wormen dood uit de grond komen kruipen. Dus ik had echt zoiets van shit, daar moet je eigenlijk wel een beetje mee oppassen met dat spul. Want ik heb ook dekens ermee gewassen. En ja, dat moet je toch niet in je wasmachine stoppen, dat spul. Dus wel een dingetje om even bij stil te staan in ieder geval. Het gaat nu nog steeds niet goed met Emotion. Het ziet er nog steeds heel naar uit en ze heeft nog steeds heel veel jeuk. Dus ik heb de dierenarts gebeld of die even wil komen kijken. En die komt zo. Dus ik hoop dat die dan iets weet waardoor dat paard minder jeuk krijgt. Wordt vervolgd. Nou hebben we hier 1,3 hectare grond. En een heel mooi kippenhok. Maar waar gaat de kip zitten? In de ruif van Gaudi. Het is trouwens knap om tussen die speeltjes door te komen. Nou, we gaan jou er wel even uithalen.